Het Openbaar Ministerie in Den Haag brengt dagelijks verdachten voor de strafrechter. Wat vinden de inwoners hier in de regio eigenlijk van de strafeisen van het OM? Zijn die nou te mild, te hoog of moeten misschien op een heel andere manier worden gestraft? Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen wil daarover in gesprek. Meneer Nieuwenhuizen, goedenavond. Goedenavond. Ja, inwoners betrekken bij strafrecht, dat is een hele bijzondere keuze. Hoe is dat idee ooit ontstaan? Ja, wij noemen dat het burgerforum en wij willen heel graag van burgers horen hoe zij nou zouden straffen als ze de zaak helemaal kennen van voor tot achter. En we willen dus weten hoe de burgers erover denken om ook met die wetenschap onze strafeisen weer aan te passen. En wat wordt de setting van de bijeenkomst? Wordt het een soort debat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat we gaan doen is, we gaan met een aantal mensen die zich daarvoor hebben opgegeven, natuurlijk niet iedereen, maar we moeten daar een selectie in maken, in de zittingszaal zitten aan het Paleis van Justitie, aan de Prins Klauslaan in Den Haag. En daar gaan wij een casus voorleggen. Hè. Ik geef het voorbeeld van een casus, bijvoorbeeld van een mishandeling. Een man slaat een andere man op straat op zijn gezicht. Wat voor straf moet hij krijgen? Dan gaan we vragen, zou het anders zijn als die man bijvoorbeeld een oude vrouw zou slaan? Of dan gaan we vragen, zou het anders zijn als die man die andere man heeft geslagen met een bepaald motief? Bijvoorbeeld om wraak te nemen of omdat hij nog geld van hem kreeg. Of zou het anders zijn als die man bijvoorbeeld al eerder door de strafrechter straf heeft gekregen? Zou het anders zijn als die een hulpverlener zou hebben geslagen of een politieagent? Nou, dus we bouwen die casus iedere keer uit en dan kijken we of dat grote verschillen maakt volgens een burger, wat hij daar gevoelsmatig bij denkt en wat hij dan zou willen dat het beste is. En al die opmerkingen en al die informatie die we ophalen bij de burgers, die gebruiken we ook daadwerkelijk in onze nieuwe strafrichtlijnen. Dat zijn strafrichtlijnen die gepubliceerd worden in de Staatscourant en die hebben dus ook kracht van wet. En dat zijn lijsten waaraan een officier van justitie zich houdt in een strafzaak als richtlijn om te beoordelen, om te bepalen wat voor straf hij moet eisen bij de rechter. En hebben jullie al ervaring met dit soort bijeenkomsten? Of is dit de allereerste keer? Nee, dat doen we vaker. Hè. Dat doen we ook bij andere rechtbanken in heel Nederland. Ik heb het al eerder gedaan een keer in Den Bosch een paar jaar geleden. Het is ontzettend leuk. En het is een ontzettend leuk debat. We spelen ook een rechtszaal na met een rechter en een officier en een verdachte en een advocaat. En dan laten we de burgers vertellen, hoe kijken ze er nou tegenaan? En wat vinden we er nou van? En het is echt heel belangrijk om dat gevoel op te halen bij burgers, wat ze ervan vinden. Over het algemeen, hè, als je burgers spreekt, zegt ze, wordt veel te laag straf in Nederland. Dat is helemaal niet waar. Hè? Als je echt naar de netto celstraf kijkt, dan zitten wij in Nederland vrij hoog in de boom. In vergelijking met andere Europese landen. Kijk, in Amerika en in China, daar reist het af en toe de pan uit, maar wij zitten in Nederland eigenlijk nog hoger in de netto celstrafdagen dan bijvoorbeeld Engeland, Duitsland of Frankrijk. Ja. Dus we straffen eigenlijk helemaal niet zo laag. Maar het is wel heel goed om in contact te blijven met burgers, om dat eisen nog eens goed aan te scherpen, dat we dat niet alleen maar vanuit onze ivoren toren bedenken, maar dat we dat met burgers doen. Nee, en ook tijdens zo'n avond misschien dan ook wel wat vooroordelen wegnemen. En je kunt wat vooroordelen wegnemen. En wat vooral voor mij van belang is, dat ik ook beter snap hoe de samenleving er tegenaan kijkt. En dat ik dan ook invloed kan uitoefenen in het vaststellen van die richtlijnen die door heel Nederland door alle officieren gebruikt wordt. Ja. Want dat halen we echt op. Ja, u gaf het al aan, hè? Mensen hebben meningen over straffen in Nederland. Niet altijd een reëel beeld. Dat lees je dan vooral op social media. Verwacht u dat het debat straks bij het OM wat genuanceerder gaat verlopen? Nou, ik weet bijna wel zeker. Hè? Ik zei u al, ik heb het al eerder gedaan, een paar jaar geleden. En als mensen eenmaal met elkaar recht in de ogen kijkend in een zaaltje zitten en elkaars meningen horen, dan is dat toch wel een hele andere setting, een hele andere manier van praten met elkaar dan zomaar even een mening losgooien op social media zonder dat je daar meteen rechtstreeks een weerwoord op krijgt. Dan is het vaak veel genuanceerder. En dan zijn mensen ook echt bereid om te denken, goh ja, zo had ik er nog niet tegen aangekeken. Dat maakt het toch wel weer anders. En dat is ook vaak een kwestie van gevoel. En dat is heel belangrijk om dat debat te hebben. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, en uiteindelijk kan het er zelfs toe leiden dat jouw of uw mening uiteindelijk in de Staatscourant komt te staan, dat er ook bepaalde dingen echt worden aangepast. Dat echt dingen worden aangepast, dat we echt met die informatie ook echt
die strafeisen bijstellen en dat vervolgens ook laten afdrukken in de staatscourant. Dus dat het ook bijna kracht van wet heeft gekregen. Ja. Dat doet ertoe. Dat doet ertoe. Hoeveel mensen mogen er doen? Vrijblijvend, het is niet zomaar een vrijblijvende bijeenkomst waar we eens wat meningen wisselen. Nee, ja. Het heeft echt nut. Kijk, dat is in elk geval goed om te horen. Hoeveel mensen mogen er straks meegaan doen in dit verhaal? Oh, ik geloof een stuk of 40, 50 mensen die we dan in de zaal ontvangen. En waarmee we in debat gaan en waarmee we casussen bespreken. En waarmee we dus ook zo'n rechtszaak naspelen in de rechtszaal. En die mensen kunnen zich opgeven via de e-mail als ze willen. Het e-mailadres is secretariaat HOVJ. Dat is afkorting voor hoofdofficier van justitie. Secretariaat HOVJ. Apenstaartje om.nl. En het is op maandagavond 18 juni. Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen, dank u wel. Graag gedaan. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl. 100%